kan je kort vertellen aan de mensen wat je handel eigenlijk is? Want je bent begonnen, ik denk, in 2001 met een online business in vinylplaten, in LP's, of was het CD's toen? LP's. LP's, ja. Nog altijd. En van daaruit is een enorm, ja, toch wel mini-imperium ontstaan, denk ik. Je bent in tal van bedrijven actief. Je bent een serial entrepreneur. Kan je er kort iets over vertellen? Ja, allereerst bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat ik hier kan zijn. Voor mij is Karel ook absoluut een mentor. We doen inderdaad regelmatig doen we hangsessies. En dan kom ik naar België toe of hij komt naar Nederland toe. En dan hangen we met elkaar. En ik heb een goed netwerk, goede mensen om me heen. Ook internationaal heb ik hele goede mensen om me heen. Maar toch kijk ik misschien wel vaak het meeste uit naar de meetings met Karel. En wat ik zeg is voor mij ook absoluut een mentor en een rolmodel. Dus dank je wel voor de uitnodiging. Ik ben zelf begonnen met business. Het zit in mijn bloed, zeg maar. Het ondernemen zit echt in mijn bloed. Toen ik 20 was ongeveer, dat was in het jaar 2000, kwam ik achter het internet. Ik zat al een tijdje op het internet. Maar op een zondagmiddag, ik was toen een vervent vinylverzamelaar. Ik verzamelde LP's van allemaal verschillende LP's. En op een gegeven moment had ik een stuk of 100, had ik dubbel. Of ik was er wel een beetje klaar mee. Ik dacht, weet je wat, ik ga ze gewoon op het internet zetten. En op een zondagmiddag, ik zet een advertentie op Marktplaats. En Marktplaats was toen de tijd eigenlijk nog maar net nieuw en nog helemaal niet zo bekend zoals het nu is. En ik zat een advertentie op Marktplaats. Ik kocht die LP's altijd in voor gemiddeld 3 gulden. Was nog in de gulden tijd. Dus ongeveer een halve euro. En ik denk, ja, ik zet gewoon in. Ik zet een documentje, 12 gulden per LP. Ik zet hem op Marktplaats. En ik krijg die middag krijg ik allemaal mailtjes van mensen die interesse hadden in een documentje waarin al die LP's stonden. Die middag verdiende ik 500 gulden. En voor mij was het echt, ik dacht, oké, ik ben rijk. 500 gulden in een middag met iets verkopen wat ik gewoon leuk vind om te doen. Ik denk, ja, dit is gewoon fantastisch. En dit was voor mij een mega doorbraak. Niet alleen dacht ik ben rijk, want ik verdiende 500 gulden in een middag, wat ik nog nooit had gedaan in mijn hele leven. Ik kon dat ook nog een keer verdienen met iets wat ik leuk vond om te doen. En Karel stelde me net de vraag van, ja, ik zie je bijna nooit werken. En dat is natuurlijk niet zo. Ik hou ook van business en ik hou van werken. Maar de combinatie internet en business is echt een gouden combinatie. En door die combinatie ben ik in staat om elk jaar, al vanaf 2007, elk jaar meerdere maanden te reizen. Mooie mensen te ontmoeten, mooie dingen te doen. Een hele goede lifestyle te hebben. Maar daarnaast ook gewoon echt een goede business uitbreiden. En nu waar ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn tijd mee bezig ben, is ook ondernemers helpen om succesvol te worden dankzij het internet. Dus het internet dusdanig in te zetten, zodat je en meer business kunt doen, maar ook dat je bepaalde dingen kunt aanpassen, zodat je een hele goede lifestyle kunt hebben. Want ik denk dat heel veel ondernemers, en dat leer je natuurlijk ook bij Karel, heel veel ondernemers die passen hun lifestyle aan hun business. En ik denk wat je moet willen is dat je business gaat aanpassen naar je lifestyle. Dus dat je je business zo inricht, zodat je een goede lifestyle kunt leiden, in plaats van dat je zelf compleet in de nesten werkt, omdat je business bijvoorbeeld groeit. En dat moet je natuurlijk niet willen. Als je business groeit, moet het niet per se betekenen dat daarnaast je leven een stuk minder leuk gaat worden. En dat is ook een mindset natuurlijk, hè? Die lifestyle. Want veel mensen, ja, zeker in Vlaanderen, zijn er mensen van West-Vlaanderen? Best wel wat mensen van West-Vlaanderen. Wij hebben geleerd om heel hard te werken en doen we gewoon. En ja, die werkethiek, die doe-ethiek, dat zit bij ons gewoon ingebakken, dat is ingekanteerd. Maar dan kom je dikwijls in de valkuil dat je van 's morgens tot dikwijls 's avonds laat werkt en je levenskwaliteit schiet er gewoon over. Ja. En dat merk je ook niet, dat is een soort van matrix. Je komt thuis, je bent moe, je eet samen dan nog een keer met de partner, je gaat voor televisie zitten, even uitchecken uit je company, inchecken op het televisieprogramma, dan ga je slapen, 's morgens sta je terug op, het is terug die company. En dikwijls gaan mensen hun leven gewoon voorbij. En dat is iets wat wij toch wel gemeenschappelijk hebben, dat we daar niet verkiezen. Dat we gewoon voor een andere levensstijl kiezen. Hoe was je zomer trouwens, Elko? Wat heb jij allemaal gedaan? Zomer was goed, maar ik ben ook echt voor het eerst echt blij dat de zomer voorbij is. Het is heel leuk om lekker te kunnen chillen en leuke dingen te doen. We hebben gereisd, we zijn naar, waar zijn we allemaal geweest? We zijn naar Griekenland geweest en we zijn naar, waar zijn we geweest, Danielle? Nou, ze luistert niet. Ze is met andere dingen bezig. Mijn vrouw zit achterin. Wat zeg je? We weten het ook niet meer. Wij reizen best wel veel. Dus waar zijn we nog geweest, man? Ja.
Oh, ik ben nog naar Amerika geweest. En, oei. Maar en we doen gewoon altijd heel veel. Met Danielle ben je naar de Beekse Bergen geweest. Ja, precies. En we zijn naar Euro Disney geweest, ook nog met de kinderen. Het is heel tof om veel vrijheid te hebben. Maar soms kan veel vrijheid hebben ook best wel lastig zijn, vind ik. Dat is mijn ervaring. En zie, als je inderdaad gewoon heel veel structuur hebt, dus je weet door de week precies wat je te doen staat. Ja, dat is ergens ook wel makkelijk. Ik heb ook de overtuiging dat heel veel, en dat maakt mezelf misschien niet populair, maar heel veel mensen die een baan hebben, die hebben vaak meer vrijheid dan heel veel ondernemers. Mm. Ik heb een vriend die begint het jaar met 140 vrije dagen. En dus die heeft gewoon op de agenda heeft hij 140 vrije dagen gepland. Hij heeft alle avonden heeft hij vrij gepland. En hij gaat 's ochtends naar zijn werk om 8:45 ongeveer. En hij is om ongeveer 4:45 is hij weer thuis. Op vrijdagavond gaat hij met vrienden, gaat hij de kroeg in. Hij gaat door de week, gaat hij in de avond, gaat hij naar de bioscoop. In het weekend op zaterdagochtend, dan loopt hij naar de supermarkt en dan koopt hij een krantje en wat croissantjes. En die man die heeft maximale vrijheid en hij geniet van het leven, verdient goed geld, gaat 2 keer per jaar, doet hij een mooie reis. Ene keer naar Azië, dan naar Europa trip, dus dat wisselt hij altijd af. En dit is een vriend van mij en die heeft een baan. Dus 140 vrije dagen. Twee dagen in de week heeft hij al vrij, elk weekend. Alle vakanties krijgt hij allemaal vrij. Ja, hij vindt het fantastisch. Als ik hem vergelijk met heel veel ondernemers, denk ik, ja, wie heeft het beter voor elkaar? Nou ja, om even terug te gaan naar het tegenovergestelde ervan, dat je heel veel vrijheid hebt. Ja, betekent toch, hij hoeft niet na te denken de avond van tevoren, van oké, hoe ga ik het allemaal hebben? Want wij als ondernemer, wij moeten echt veel nadenken en we moeten al die oplossingen bedenken voor die problemen in onze business. Want als je een beetje een goede business heeft, dan heeft die problemen. Weet je, dat hoort bij business. En als je dan veel ruimte hebt, ja, het is toch best veel nadenkwerk en dat is niet altijd makkelijk, vind ik. Dus structuur is wel, ook als je veel vrijheid hebt, belangrijk. En ik ben nu heel erg blij dat ik weer een beetje structuur heb. En nu zit ik nu ineens weer in Dublin. Ja, je had een weekendje met Danielle gepland, geloof ik. Ja, hè? Dus, ik zeg, ja, combineer dat toch lekker met Dublin. We zullen wij de hotelkamer faciliteren. Fantastisch, tof dat je hier bent trouwens, ja. Merci. Nu, ervaar jij ook als je reist en in buitenland zei dat je onwaarschijnlijk creatief wordt ten opzichte van je eigen business, dat je ook ideeën bedenkt die je normaal niet bedenkt, want jij zit ook veel in het buitenland en je hebt me ooit eens gezegd, denk ik, dat dat je meest productieve tijd soms is. Ja. Nee, alleen al het moment dat ik op het vliegtuig stap en dat ik onderweg ben, zeg maar, dan heb ik al 10 ideeën en zie ik weer nieuwe perspectieven voor de business. En letterlijk vandaag, er was een korte vlucht, was een uurtje, 1,5 uur. En dan had ik mijn iPhone, ik had mijn laptop bij me, ik kwam in het vliegtuig erachter dat mijn laptop leeg was. Dus dan pak ik mijn iPhone en dan schrijf ik allemaal campagnes uit op mijn iPhone. En dat lukt niet als ik in Amsterdam ben bijvoorbeeld. En het lukt ook wel, maar op een of andere manier wordt het enorm geactiveerd als ik onderweg ben. Dus daar ga ik gewoon heel goed op. En ik neem aan dat het voor jou een beetje hetzelfde is, toch? Ja, absoluut. Omdat enerzijds het is het doorbreken van je leefpatroon, je werkpatroon. Als je in het buitenland zei bijvoorbeeld, ik werk hier achter de schermen, ik ben veel productiever dan wanneer ik gewoon thuis ben. Want je zit in een andere context. Dus je gebruikt die tijd anders. Wij merken alvast, als mensen in het buitenland komen, dan is er toch die loskoppeling van je bedrijf. En soms dat loskoppelen, dat is het meest waardevolle dat je kunt doen, want je kijkt het vanuit een andere matrix. Je bekijkt het op een andere manier. Bovendien dat je in het buitenland zit, en je levenspartner is er niet bij, ja, 's avonds moet je toch weer even verbinden. En dan verbind je met bondgenoten, andere ondernemers. En dan wordt er meestal een hapje eten. En wij zijn er juist ook een hapje gaan eten. En de dingen die we delen, daar kunnen we alle twee iets mee. We kunnen heel open vragen stellen op een kwetsbare manier. En daar haal je onwaarschijnlijk veel uit. Plus al die indrukken die op je afkomen. En dus capteer een stad. Als je in een vreemde stad komt, het is dikwijls 1 slogan of een bedrijfsnaam van een bedrijf dat bij ons niet bestaat, dat u onwaarschijnlijk kan inspireren. En ik kom altijd terug met een ideeënboekje vol. Ik denk dat het briljant is dat je deze bootcamp hier in Dublin doet. Ik ben het helemaal met je eens dat, ik denk als dit in Antwerpen was gedaan, of in waar je events altijd doet, dat veel van ons s'avonds toch naar huis zouden gaan. En dan toch kom je in een andere vibe, ook al, ja, of je levenspartner is thuis of niet, of je kids of wat dan ook. En nu met deze 6 dagen, je blijft erin zitten en daardoor, ik neem aan dat jullie slaap deze dagen misschien niet al te best is geweest. Wie heeft minder geslapen? Wie heeft net zo goed geslapen? Oké, dus een beetje 50-50. Maar weet je, je blijft er een beetje in zitten. En dat is gewoon heel erg waardevol. Je bent er helemaal uit en hier blijf je dan helemaal in zitten. En als je dit bijvoorbeeld in België doet, dan ja, ga je er toch weer uit. Wat ergens soms ook wel lekker is. Maar voor het leerproces is dit,
enorm waardevol. Dus het is voor jou natuurlijk 10 keer makkelijker om het gewoon in België te doen. En waarschijnlijk had je misschien meer verkopen gerealiseerd, meer aanmeldingen gehad. Maar het effect om naar het buitenland toe te gaan is gewoon heel goed. Dus dat is echt een heel goed idee. Ja, het proces is natuurlijk ook, we willen nu begeleiden naar meer levenskwaliteit en vrijheid. En vanaf het moment dat je een weekje Dublin moet organiseren voor jezelf, moet je ook organiseren dat je een weekje uit je company bent. En hoe meer programma's dat je kunt doen, want dat is ook de scene waar wij een beetje in zitten. Wij reizen internationaal om onze mind te stimuleren. En meestal kom je dan allemaal bij mensen die voor een stuk positief overbodig zijn in hun eigen business. En dat is behoorlijk verrijkend. En dat is ook een gewoonte. Ik denk, alles vertrekt vanuit een mindset en een beslissing dat je neemt. En dat heb je op jonge leeftijd gedaan om een soort van leven vol vrijheid te leven. Kan je daar kort nog iets over vertellen, over die mindset dat jij hebt erover? Ja, voor mij is gewoon een van mijn kernwaarden is gewoon vrijheid. Dus als je aan mij vraagt, wat is het meest belangrijk, wat is het eerste dat bij je opkomt? Ja, het is natuurlijk heel correct om dan te zeggen, ja, mijn kinderen of dit. Of, nee, het is voor mij gewoon vrijheid. Dat is het eerste dat bij me opkomt. Dat is gewoon hoe ik ben. Heb ik altijd al gehad. Ik kan er heel slecht tegen als iemand tegen mij zegt wat ik moet doen. Dan dat is echt, ja, dan blokkeer ik gewoon. En vrijheid is gewoon een ding wat voor mij het allerbelangrijkste is. En ja, als ondernemer, ja, wij kunnen het allemaal zelf regelen. Wij zijn allemaal zelf in staat om onze business zo neer te zetten dat, dat je het werkende kunt krijgen, zodat je de maximale vrijheid ervan kunt benutten. Zeg maar dat vraagt wel een mindshift bij veel ondernemers. Hè? Zeker, want inderdaad wat je net aangaf, heel veel ondernemers hebben inderdaad die work ethic, wat goed is. Het is hartstikke goed om een goede work ethic te hebben. En ook daar leer ik nog steeds. Ik wil, als ik eerlijk naar mezelf ben, denk ik, ja, ik kan nog steeds scherper worden en mijn work ethic mag nog steeds verder ontwikkelen. Dus het is niet direct mijn ambitie om nog meer te chillen voor de rest van mijn leven. Ik wil ook nog scherper worden en beter worden. Maar ik ben het met je eens dat heel veel ondernemers de gedachte hebben dat het gewoon nodig is. En het zal best ook zijn dat nu hier best wat mensen in de zaal denken, ja, dat is wel lekker praten allemaal, Ilko, maar zo werkt het natuurlijk niet. En dit ervaar ik heel veel bij ondernemers, dat ze die overtuiging hebben van ja, maar je moet knetterhard werken, je moet echt sacrifices doen, opofferingen doen om succesvol te worden. En mijn overtuiging is dat je de vrijheid kunt behouden. Betekent niet dat je nooit problemen hebt, betekent niet dat het alleen maar makkelijk is, maar het is er. Het is voor ons mogelijk. En dat vind ik ook het prachtige aan ondernemerschap, dat je het zelf kunt inrichten zoals je het zelf wil. Ja, een jaar zit vol met succeservaringen en tegenslagen. En die creëer je natuurlijk voor een stukje zelf, ook die tegenslagen. Daar ben je zelf ook verantwoordelijk voor. Maar als je constant erin zit, dan zie je gewoon veel meer problemen waar je aandacht aan geeft, waar je in eerste instantie geen aandacht aan moet geven. Plus dat je ook niet de creativiteit hebt om op een originele manier, een doeltreffende manier op te lossen, omdat je er diep in zit. Ja. Trouwens, wat is jouw grootste tegenslag van het jaar? Van het jaar? Even denken. Ja, hoe gek het misschien klinkt. De zomer vond ik gewoon niet makkelijk, omdat het zo... Ik was mijn momentum compleet kwijtgeraakt. Dus ik had echt moeite om weer terug te komen, om weer mijn ritme terug te pakken. En na een week of 6, 7 gewoon eigenlijk van alles en nog wat doen, merkte ik gewoon dat ik gewoon minder gelukkig voelde. En ik ben gewoon gelukkig als er wel iets van ritme en regelmaat is. En dus ik was mijn momentum gewoon compleet... Ik had enorme momentum richting de zomer. Toen was ik hem helemaal kwijtgeraakt. En dan beginnen die mindfox en dan zit je na te denken. En dus voor mij was, en het is misschien een gek antwoord, maar het is wel de realiteit, dat door er helemaal uit te gaan, ja, dan dat werkt voor mij ook niet. Oké, okay. Wat is je grootste succeservaring dit jaar? Je grootste doorbraak? Ja, we draaien nu by far het beste jaar ooit. Dus dat is top. En ik denk dat heeft heel veel te maken met ook wat ik vorig jaar allemaal heb gedaan. Dus vorig jaar heb ik heel veel gewerkt aan goed marketingmateriaal. Ik noem het dan een marketingmeesterwerk. Dus dat je iets kunt creëren. En jullie zullen heel veel van Andy hebben geleerd de afgelopen dagen hier ook over. Maar dat je iets kunt creëren wat je maakt het 1 keer. En vervolgens kan het lange termijn voor je werken. En ik heb vorig jaar heb ik mezelf echt opgesloten 3 maanden lang. Om te werken aan 1 marketingmeesterwerk. En dat is een combinatie van een video en een webinar en advertentiecampagne. En om te zien dit jaar dat die gewoon de hele tijd loopt. En dat we daardoor eigenlijk, zonder dat ik er eigenlijk nog uren in steek, het beste jaar ooit draaien. Dat is wel een ding waarvan ik denk van oké, als ik kijk naar dit jaar, wat is echt goed aan dit jaar? Is dat een ding wat heel belangrijk is.
Waarbij ik ook alweer scherp moet zijn en niet te trots moet zijn van, oh, kijk wat voor goed jaar we draaien. Want eigenlijk de resultaten van dit jaar is het werk van vorig jaar. Ja, succes komt meestal met een interval. Hè? Dus de resultaten die vallen meestal met een interval. En soms zijn we te ongeduldig. Ja. En soms komt het gewoon vroeger dan verwacht. Ja. Nu, Elko, wij Vlamingen, je kent een beetje de Vlaamse cultuur, maar wij kennen die natuurlijk nog beter. Wij zijn extreem open over geld. Hè? Dat is zo, hè. Dus wij praten er ook graag over. Wat heb jij verdiend het afgelopen jaar? Ja, het is een beetje jammer, maar ik heb vanochtend niet gekeken, dus ik weet het niet. Maar het is wel leuk om te, gewoon bijvoorbeeld als je het hebt over zo'n marketingcampagne. Eén campagne die ik dan vorig jaar heb gemaakt, en dat is nogmaals, dat is eigenlijk een video die ik heb gemaakt, waar ik dus letterlijk maanden mee bezig ben geweest, die runt dit jaar. En ik heb het niet meer aangeraakt, maar alleen die campagne is al over het miljoen. En dat verkoopt een product met 100% marge, of bijna 100% marge. En dus dat is wel een ding waarvan ik denk, daar wil ik ook wel mensen mee inspireren om. En daarom zitten jullie hier ook allemaal, om marketing echt super serieus te nemen. En als je dat echt doet en echt de tijd neemt om iets goeds te maken, dan kan dat dat soort resultaten op gaan leveren. Ja, en het is spectaculair. Hè? Ik geef een persoonlijk voorbeeld. Jij weet ervan, dit jaar heb ik een doorbraak gerealiseerd. We hebben meer dan 1 miljoen euro omzet op een dag gedraaid. En dat was ooit een doelstelling, gewoon van ik zou eens plus miljoen op een dag willen omzetten. En ja, recent is dat gebeurd. We hebben dat gerealiseerd vanuit marketing. En alles is gewoon puur marketing. Marketing is je product, je dienst op een zodanige manier onder de aandacht brengen dat mensen je vinden en graag willen kopen. En het is onvoorstelbaar hoe rap en hoe snel dat kan gaan. Bijvoorbeeld, van de week neem ik een videoknop over mijn boek. Ik ben een boek aan het schrijven. Ondertussen zitten we meer dan 500 pagina's in realiteit. En ik heb besloten om dat niet uit te brengen, dat boek. Want dat is gewoon een te dik boek. Het is te zwaar om mee te nemen, maar ook te zwaar om te lezen. Een boek van over de 500 pagina's, mensen kopen het wel. Het is heel fancy op het schap, maar lezen het dikwijls niet. Dus ik heb beslist om dat te fragmenteren in 5 boeken. Binnen specifieke gebieden. En ik maak er een video van. Ik leg dat uit op social media. En ik laat mensen kiezen, welk boek zou jij het eerste willen lezen? Wil jij eerst uitgebracht hebben? En ondertussen zijn er, ik zal je zo aan één iets vragen, hoeveel reacties opgekomen? Ja, ik heb net gecheckt en we zitten op 372 reacties. 372 reacties, waar heel veel mensen gewoon van zeggen, van kijk, willen ze gewoon allemaal kopen. Hè? Dus dat is het opwarmen van uw markt. En dit is gewoon één idee dat je implementeert in kader van een funnel die je opzet om dat boeklancering succesvol te maken. En ja, jij bent daar onwaarschijnlijk succesvol in, Elko, in het opzetten van campagnes. Nu, wat is de basis waar mensen vandaag rekening moeten mee houden als ze een business gaan vermarkten? Want we zijn natuurlijk met MKB, KMO-ondernemers hier. Waar kunnen de mensen absoluut rekening mee houden? Wat is voor de mensen belangrijk? Ja. Ik denk, dus dat is een hele goede vraag. En waarom is het een goede vraag? Een vraag die we ons vaak stellen, en misschien ben je ook al met die vraag hier naartoe gekomen, en heb je er ook veel informatie over gekregen, maar een vraag die we vaak stellen is, oké, wat gaat er veranderen? Ik krijg heel vaak de vraag van mensen, maar Ilko, wat gaat er veranderen? En dat is een goede vraag, want we willen inderdaad weten, wat gaat er veranderen? Hoe kun je voorlopen? Hoe kun je anticiperen op hetgeen wat er gaat komen? Maar een nog betere vraag is die je kunt stellen is, Ilko, of Karel, of wie dan ook, wat gaat er niet veranderen? En wat er niet gaat veranderen, is dat je communicatie het allerbelangrijkste is. Techniek is ondergeschikt aan communicatie. Als jij weet hoe je kunt verkopen in person, dan heb je bijna de sleutel tot succes voor online. Want als je weet hoe je in person kunt closen, kunt verkopen, ja, dan kun je dat vertalen naar online. En als je dat kunt vertalen naar online, en dat is dan in bijvoorbeeld een verkooppagina, of een video, of een live webinar, of bijvoorbeeld een seminar, dat kan natuurlijk ook. Maar weten hoe je kunt verkopen, en dat is gewoon een proces in principe, en snappen waar je klanten hun grootste problemen en hun grootste ambities zitten, als je dat goed begrijpt en daar vol op gaat zitten en daar nog meer over gaat nadenken en dat vervolgens online brengt, dan kun je gaan winnen. Dus veel mensen zien mij als een succesvolle internetmarketeer, en ik ben ook een succesvolle internetmarketeer, waarbij ze ook direct denken dat ik vol technisch sterk ben. Maar ik heb in mijn leven, ik ben nu bijna 20 jaar ben ik aan het verkopen via het internet. Ik heb nog nooit een website gemaakt. Ik heb nog nooit een pagina gemaakt. Ik heb nog nooit een video bewerkt.
Ik heb nog nooit een mail naar mijn mailinglijst gestuurd. Ik heb nog nooit een betaallink ergens geplaatst. Die dingen heb ik allemaal nog nooit gedaan. Waarom niet? Eén, omdat ik gewoon inderdaad lui ben. En ook graag dingen uitbesteed. Maar twee, ook omdat ik het gewoon echt niet kan. Ik ben echt atechnisch. Ik kan nog geen gat in de muur boren. Dus technisch gezien ben ik helemaal niet sterk. Ik snap er helemaal niks van. Maar communicatief ben ik sterk. Ik weet wat ik moet zeggen, hoe ik het moet zeggen, in wat voor volgorde en dat soort dingen. En een angst voor heel veel ondernemers, en mogelijk hier ook wel een aantal mensen, die denken, ja, dit is allemaal heel erg waardevol, alleen ik ben niet technisch, dus dit is voor mij niet relevant. Het maakt niks uit of je technisch bent of niet. Sterker nog, ik denk dat het een gift is bijna als je niet technisch bent, want dan moet je het uitbesteden, dan hoef je niet meer over na te denken, en kun je gaan focussen op de boodschap. De boodschap is het allerbelangrijkste, en dat gaat nooit veranderen. Jouw klanten die gaan niet veranderen. Natuurlijk gaat de wereld veranderen, maar een mens blijft een mens. Ik moest een keer spreken voor iets van 3000 man. Jij was er ook bij in Amsterdam. Een jaar of 6 geleden is het al. 5 geleden, zoiets. En in die ochtend was georganiseerd door een grote partij. Dat heet Success Resources. En die doen grote seminars over de hele wereld. En er komen altijd duizenden mensen op af. Tijdens dat seminar moet al die sprekers die komen dan. Die zijn 90 minuten. En aan het einde van die 90 minuten doe je een pitch. Doe je een aanbod. Dus je verkoopt bijvoorbeeld een online programma van 2000 euro. En dan deel je die 2000 euro met de organisator, met Success Resources. En je mag zelf 1000 euro houden. En in de ochtend, ik kom daar. Ik was heel erg zenuwachtig, want ik had nog nooit voor 3000 mensen gesproken. En ik moest ook nog een keer pitchen voor 3000 man. Dat had ik ook nog nooit gedaan. En de organisator, de eigenaar ervan, Richard, die kwam naar me toe. En die zei, de eerste wat hij zei, you're gonna make me a lot of money. Ik zei, ja, ik ga mijn best doen. En de tweede zei hij tegen mij, en ik heb niet lang met hem gesproken, maar dit zijn de twee dingen die hij tegen me zei. Hij zei van, everybody always thinks everybody's different all over the world. En hij doet dus seminars over de hele wereld. Dus in Europa, in Azië, overal. En hij zegt, everybody always says and everybody thinks everybody's different all over the world. We're all the same. Weet je, hij ziet die sprekers die op het podium komen. En de ene spreker doet een ding in Europa of in Amerika of in Azië, wat dan ook. En al die mensen die reageren op die spreker, omdat die spreker communicatief supersterk is. Maar ze reageren ook op die andere spreker, die communicatief wat minder sterk is, en dan reageren ze weer wat minder op. Wij blijven mens, en jouw klanten blijven ook mens. En als jij begrijpt hoe je van mens tot mens kunt communiceren en kunt binnenkomen bij hun, op een manier waarop zij denken van ja, die begrijpt me, en dit is wat ik wil, dan kun je winnen. Dus nogmaals, techniek is absoluut ondergeschikt ten opzichte van communicatie. Ja, mensen denken dikwijls in de hoe. Hoe kan ik dat doen? Ja. Maar denk je te weinig in de wie? Ja. Wie gaat dat voor mij faciliteren? Ja. Hoe vind je waardevolle partijen om met je samen te werken, Elko? Hoe doe jij dat? En dan bedoel je aan wie je kunt uitbesteden? Ja, technische mensen. Ja, dit is ook een hele goede vraag. En dit is niet de makkelijkste, inderdaad. En ik denk dat Andy het daar ook al over heeft gehad, dat als je inderdaad iets uitbesteedt. Vandaag de dag zijn er allemaal marketing agencies en allemaal partijen die nu inspelen op ondernemers als ons die graag willen groeien en die geïnspireerd zijn. En die vervolgens wel de hoofdprijs vragen voor hetgeen waarvan zij weten dat jij misschien er niet al te veel verstand van hebt. Dus dat je je advertenties uitbesteedt aan een partij bijvoorbeeld. En vervolgens, ja, zij weten gewoon, ja, dit is niet jouw spel. Dus ze vragen de hoofdprijs en ze komen met mooie getallen. Maar per saldo zie je niet echt veel meer klanten binnenlopen in je winkel. Dus stap 1, en dit doen jullie allemaal heel goed, begrijp wat er gaande is, wat er gebeurt. Begrijp marketing. Dus als je dingen gaat uitbesteden, begrijp wat er gebeurt. En het is hetzelfde met hoeveel ondernemers ik wel niet naar me toe heb, of verhalen ik wel niet van ondernemers heb gehoord over hoe ze genaaid zijn door hun boekhouder of door hun accountant. Ik denk, ja, maar ja, dat is, ik snap dat je dat zegt, alleen uiteindelijk, het is onze eigen verantwoordelijkheid dat we onze numbers begrijpen voordat je het compleet gaat uitbesteden. Ik denk dat het goed is om niet al je administratie zelf te doen, maar ik denk dat het ook goed is dat je begrijpt hoe bepaalde dingen in elkaar steken. Hetzelfde met marketing. Dus stap 1 is wel echt gewoon goed begrijpen wat is belangrijk. En als je weet van oké, wat is belangrijk en hoe zit het allemaal, dan in het kijken van oké, wie kan dat doen? En dan de wie. Ik ben een heel groot fan van, en ook hier moet ik altijd een beetje mee opletten, want ik heb dit ooit een keer online gezet en je moest dus weten hoeveel shit ik over me heen kreeg. Maar ik ben heel erg fan van jonge lui. 18, 19, 20 jaar, 21 jaar. Dat zijn toch, als het gaat om advertenties, om video editing, om al die technische dingen waar je snel stappen wil maken. Ja, die lui die hebben er geen opleiding voor. Maar als zij niet weten hoe iets moet,
Ja, dan gaan ze naar Google en dan gaan ze zoeken hoe moet dat. En vervolgens weten ze hoe het moet. En dan 3 minuten later of 3 uur later kunnen ze het ineens. Dus je kunt het uitbesteden aan een marketingbedrijf die 100 euro per uur vraagt. Of je kunt het uitbesteden aan je neefje van 17 die het voor 5 euro per uur bewijzen van doet. En die sneller is en het leuker vindt en meer uren wil draaien. En dus ik ben een heel fan van jonge lui. En dan natuurlijk, hoe vind je die? Ja, dat begint gewoon echt met hier bewust van zijn. Bewust van zijn dat de jonge lui hier heel goed in zijn, het leuk vinden. En als je er bewust van bent, dan ga je al die jonge lui zien. Dan ga je ineens nadenken van, ja, ik heb inderdaad een neefje van 19. Of ja, dat jochie daar op de buurt. En het is heel simpel allemaal, hè. Ik bedoel, het is niet allemaal zo makkelijk. Maar het begint met ervoor openstaan. En als je ze ziet, probeer ze tot je te krijgen. En als ze goed werk verrichten, weet je, betaal ze snel, betaal ze op tijd. Geef ze een keer een krat bier mee naar huis of wat dan ook, bij wijze van. En bind ze aan je. Dat is een van de habits van de meest succesvolle mensen ter wereld. Jij hebt trouwens, Elko is een, ik zal niet zeggen een goede vriend, maar toch wel een goede kennis van Richard Branson. Nou, ik zou zeggen, hij is meer een goede kennis van mij. Zeg maar, hij relatief dus, maar jullie tennissen samen, je hebt op Necker Island geweest. Ja. Kan jij iets vertellen van Richard Branson bijvoorbeeld? Het is een multimiljardair, is een serial entrepreneur, 500-600 bedrijven. Ik denk dat hij zelf niet meer weet van welke bedrijven dat hij op het ogenblik allemaal eigenaar is. Hoe staat hij ten opzichte van persoonlijke en professionele ontwikkeling? Precies dat, wat je net zei is heel grappig, want ik ben Necker Island ben ik een paar keer geweest en ik ben bij hem in Zuid-Afrika geweest. En in Zuid-Afrika vertelde hij over dat ze nu ook Virgin Hotels waren gestart. En hij vertelt heel trots over dat hij over een paar weken zijn eerste hotel opent in New York en vervolgens werd hij gecorrigeerd door zijn personal assistant. Nee, het is Chicago. Dus hij weet gewoon letterlijk, dat soort dingen weet hij niet. Ja. En voordat ik iets over hem wil vertellen, nog één ding. Ik was in maart op een dinsdag, ik heb er toevallig een video op mijn YouTube-kanaal over staan, dat ik, het was een dinsdagochtend, en ik had woensdag, donderdag, vrijdag had ik een seminar, het heette Leven van Internet. En die dinsdagochtend dacht ik, ik weet niet man, ik heb even wat inspiratie nodig. Dus ik stuur Karel ik een appje van, hey, heb je misschien tijd om een zin om te lunchen? Hij zegt, ja, kom maar naar Brasschaat toe, gaan we lunchen. Dus wij gaan naar Brasschaat, of ik ga naar Brasschaat toe en ik ga daar lunchen met Karel. En dit even terugkomen op inderdaad, je zit met mensen, je bent met mensen en het doet wat met je. Omgeving is sterker dan wilskracht, het doet wat met je. Ik had die 3 dagen daarna, had ik een event. Ik zit met Karel, zijn aan het lunchen en tijdens die lunch krijg ik het inzicht. Want ik krijg altijd waardevolle inzicht als ik met Karel ben. En het is niet dat hij dat tegen me zei, maar ik zie het gewoon, ik voel het gewoon van, ik denk, hij neemt zijn seminars gewoon veel serieuzer dan ik. En hij neemt zijn business ook nog veel serieuzer dan ik op een aantal dingen. Ik neem mijn seminar super serieus. Maar we hadden het ook over hoe kun je tijdens je seminar ervoor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk klant bij je kunnen worden. Dus dat je gaat closen op een seminar. En we hadden het daar gewoon over. En mijn strategie eigenlijk voor mijn seminars van, ja, ik zie het wel op een gegeven moment en ik deel dat formulier wel uit en mensen kunnen uiteindelijk wel bij mij mijn programma gaan volgen. En doordat ik gewoon bij Karel in de omgeving was, kreeg ik het inzicht van, nee, ik moet dat gewoon serieuzer nemen. Ik zit het, weet je, aan alles van de events van Karel zie je, hij is een pro. Hij is absoluut een pro. Er is niks waarvan je denkt van, nee, het is gewoon een pro. En ik, op sommige vlakken van mijn seminars, was ik amateur. Ik denk, ja, ik zie het wel, ik deel wat formulieren uit en we zien het, want dat ging het vorige seminar, ging dat ook goed. Dat was op dinsdag. Dinsdagavond kom ik terug. Woensdag begint het seminar. Ik had nog niks anders gedaan, want ik had nog niet de tijd gehad om dingen aan te passen. Woensdag tijdens mijn seminar besefte ik van, oké, de manier waarop ik nu mijn pitch ga aanvliegen gaat niet werken. Woensdagavond was heel laat geworden, tot 10, 11 uur of zoiets. Donderdagochtend had ik letterlijk nog 40 minuten tijd om de dingen aan te passen. En ik paste het aan op basis van het gesprek wat ik met Karel had gehad. En ik nam het dus serieus, ik ging er beter over nadenken. En dat was mijn hoogste close percentage ooit. En dat is gewoon echt het verschil tussen, en daarom vind ik het fijn om met Karel te zijn, het verschil tussen amateur en pro. Karel is een absolute pro. Zwaar. Ja, dat snap ik wel. Behalve met zijn humor dan, maar... Dus omgeving is zo ongelooflijk belangrijk. En hetzelfde inderdaad met Necker Island, met Richard Branson. Ik heb daar flink voor geïnvesteerd om daar naartoe te gaan. En ook dan hoor ik van ondernemers die ook succesvol zijn, die vragen, wat kost dat dan? En dat ze denken, maar je bent toch gek dat je dat doet? Dat is 50.000 geloof ik. Ja, 40.000 voor een week. Plus je
Ja, alles moet er dan nog bij, inderdaad. Ja. Dus, en die zien inderdaad dat bedrag, maar ik zie gewoon al lifetime herinnering. En inderdaad, we hebben het er nu weer over. En het is gewoon, gewoon enorm waardevol om met de juiste mensen te zijn. En je hebt er trouwens een supercoole prijs gewonnen ter waarde van, ik dacht, $65,000. Ja. Kan je dat verhaal eens een keer vertellen? Want ik vind het super mega inspirerend. Okay. Je internet fasting. Ja, ik was in 2013 was de eerste keer dat ik naar Necker Island ging. En Necker Island is dus het privé-eiland van Sir Richard Branson. En inderdaad, die man die is voor heel veel ondernemers is hij het rolmodel. En voor mij was hij absoluut nummer 1 rolmodel. En in 2013, ik was op het eiland en ik ben niet extreem spiritueel, maar ik ben wel redelijk in tune soms. En op dat eiland had ik de hele tijd visioenen van Zuid-Afrika. En ik had er nooit nagedacht überhaupt over Zuid-Afrika om daar naartoe te gaan. En dat was in 2013. Ik had niet meer daarna nagedacht over die visioenen die ik had over Zuid-Afrika. Een jaar later, ik ga weer naar Necker Island, want ik dacht, ja, ik wil er gewoon weer naartoe. En een dag voordat de week begint, kreeg ik een mailtje met een video van Joe Polish. En Joe, die organiseerde die events van Necker Island. En dat is ook de groep, zeg maar, die daar naartoe gaat. En ik zit ook in die groep van Joe, waar je het net over had, waar ik $100,000 per jaar voor betaal om daar aan te schuiven. En Joe stuurt die video en in die video zegt, oké, iedereen hier moet een 10-minute talk geven. En een 10-minute talk is dat je in 10 minuten je allerbeste idee presenteert. Een idee wat je, in zijn geval, moest je minimaal $250,000 hebben opgeleverd. Dat is een beetje Joe's een ding. En toen dacht ik dus, en de prijs was dus dat je een week met Richard Branson naar Zuid-Afrika gaat. Hij heeft daar ook een resort en dat je in zijn privéjet gaat en die allemaal vette dingen gaat doen. Ik denk, waar moet ik het over gaan hebben in 10 minuten? Wat zijn er nou die dingen? Moet ik het hebben over webinars, want daar ben ik goed in? Of over marketing, of dit of dat? Of denk, ik weet het even niet. Nou ja, ik kom op Necker Island en ik had al besloten om het te hebben over internetfasting. Ik zal zo meteen wel uitleggen wat dat is. En ik krijg een mailtje van hem, kom op Necker Island. En hij zegt vervolgens, oké, Ilko, jij bent de eerste, morgenochtend. En by the way, het wordt opgenomen en het wordt uiteindelijk wordt gestreamd aan honderdduizenden ondernemers wereldwijd. Want Richard Branson is een ondernemersopleiding aan het starten en dus no pressure. En Richard was er ook bij, denk ik. Hè? Richard zat hier, dus die zat echt gewoon 5 meter verderop. Maar nog even terug de dag van tevoren. Ik kreeg dat bericht van, jij mag als eerste. Ik kom op dat eiland en het jaar daarvoor had ik een roommate. Ik denk, jemig, betaal je $40,000 en dan zit je met een roommate. En ik vind dat helemaal, ik wil gewoon lekker alleen slapen in mijn kamer. En nu was ik super blij, want de manager van het eiland kwam naartoe van, Ilko, je mag alleen op mijn kamer en kom, ik laat je de kamer zien. Ik ga naar die kamer en Kenny, zo heette die manager van het eiland, die laat mijn kamer zien. Beste kamer van het eiland, vrij uitzicht, gewoon briljant. En ik zit daar en ik denk van, wauw, dit is echt amazing. Dus ik vraag aan Kenny van, oké, is het een goed idee, of laat ik zo zeggen, wat zou jij doen? Zou jij de nacht, zou je net doen over je bed, zodat je de deuren open kunt houden en dat je gewoon de zee hoort en de wind hoort, en of de deuren dicht met airco aan? Hij zegt, ik zou absoluut met de deuren open, want dit is gewoon een experience en dit is gewoon magic. Ik denk, dit is echt magic, dit wordt gewoon fantastisch. Dus ik doe die deuren open en ik lig daar s'avonds om 10:30 op bed. En een beetje nadenken over die presentatie van morgenochtend. En ik kon niet helemaal de slaap vatten. En om 12:00 was ik nog steeds wakker. En om 1:00 ook. En dan denk ik, ik moet morgen om 8:30 of 9:00 moet ik die presentatie geven. En ik heb nu nog maar 6 uren. En toen werd het 2:00 en 3:00. En ik kon nog steeds niet slapen. En een beetje malen over die presentatie. En om 3:00 dacht ik, weet je wat, ik ga even niet meer in dit bed liggen. Ik ga gewoon buiten even op mijn balkon. Daar hebben ze ook een bed staan. Ga ik daar wel even liggen, want dat lukt me gewoon niet. Ik moet even mijn patroon moet ik doorbreken. Dus ik ga buiten liggen. Op een gegeven moment voel ik wel dat ik gestoken was. En ik denk, ik moet weer naar binnen, want binnen kan ik in het net liggen. En dan word ik niet gestoken. Dus ik ga weer liggen, kom weer de slaap niet vatten. En om 1:05 ochtends denk ik, nog steeds niet geslapen. En het was ook al een beetje warm werd het, dus ik wilde het zweet van mijn voorhoofd en ik voelde zo'n enorme bult op mijn voorhoofd. En ik dacht, damn, wat is dit?
En ik doe het licht aan. Denk je natuurlijk om die 100.000 mensen die jou gewoon zien. Dat je, 100%. Ik denk, oh shit. Dus, maar toen dacht ik dat nog niet. Want ik denk, even kijken. Dus ik doe het licht aan. En ik zie zo'n enorme ei op mijn hoofd. En dus het eerste was inderdaad die. Van oké, die mensen gaan zien. En het tweede was, ik denk dat ik dood ga. En dus ik bel emergency. Het is een emergency knop op die telefoon. Nou, niemand neemt op. Ik denk, oké, dat is ook lekker geregeld. En dus ik op een gegeven moment, ik loop naar de Great House, daar gebeurt het een en ander. Maar er was niemand, dus ik hoor gerommel in de keuken, dus ik loop de keuken in. En ik denk, ja, dit zal vast vaker gebeuren. Ik bedoel, je hebt hier al die moskito's hier, dus het zal vast vaker gebeuren. En ik loop de keuken in, zo'n dame, die ziet mij. En het eerste wat ze zegt is, wow! Omdat ze die bult zag, ik denk, nou ja, daar word ik ook niet echt heel erg vrolijk van. En op een gegeven moment gaf ze me een zalfje of zo. En ik terug naar de kamer. Om 6:00 ochtends een zalfje erop. En werd misschien een klein beetje beter, maar niet veel beter. En toen dacht ik eerst van oké, misschien zal ik Eunice, dat is de PA van Joe, een mailtje sturen of een bericht sturen. Of ja, weet je, ik heb bult op mijn hoofd. Ik heb niet geslapen. Kun je mij op een andere dag zetten? En toen leerde ik een les. En dat is volgens mij het seminar waar wij met z'n tweeën waren in 2009. Waar hij zei, 80% of success is showing up. En ik dacht, ja, als je die les, als je sommige lessen echt in je systeem zet, dan kun je ze niet meer negeren. Dan kun je niet dat negeren, want dan weet je van oké, dan dat klopt gewoon niet. Dus ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon doen. En ik denk dat die presentatie wel redelijk goed in mijn systeem zit. Dus uiteindelijk die presentatie begint. Richard Branson zit hier, nog een stuk of 15, 20 anderen. Dat zijn allemaal topondernemers die op dat eiland zitten. En iedereen moest dus zo'n presentatie geven, zo'n 10-minute talk. En ik had besloten om een 10-minute talk te geven over internet fasting. En internet fasting is een theorie die ik heb ontwikkeld, nu al een jaar of 10, 11, waarbij, er is een theorie in de gezondheidswereld, heet intermittent fasting. Wie heeft er wel eens van intermittent fasting gehoord? Een aantal van ons. Wat het eigenlijk is dat je de keuze maakt om op bepaalde tijdstippen wel of niet te eten. Dus in plaats van te kijken wat ga je eten, kijk je meer naar wanneer eet je wel en wanneer niet. En met intermittent fasting kun je bijvoorbeeld zeggen, ik heb een eating window van 8 uren en een fasting window van 16 uren. Dus dan eet je bijvoorbeeld van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. En dan vanaf 6 uur 's avonds tot 10 uur 's ochtends eet je niks. Of sommigen hebben een fasting window van 18 uren en een periode van 6 uren dat ze wel eten. Nou ja, dat is niet wat ik doe. Heb ik ook nog nooit echt serieus gedaan. Maar ik denk, hey, wat nou? Want het voordeel daarvan is dat je in die 6 uren eten of die 8 uren eten per saldo minder eet. Want je hebt gewoon minder tijd om te eten. En die 16 uren dat je niet eet, hoef je niet na te denken van oké, wanneer ga ik weer eten, wat ga ik nu eten? Nee, want je eet gewoon niet tijdens die periode. Dus het geeft heel veel peace of mind en het schijnt ook gezonder te zijn. Ik denk, ja, wat nou als je dit kunt toepassen op internetgebruik? Want vandaag de dag, we zijn er nooit zo afgeleid als vandaag de dag. En je kunt niet afgeleid naar het volgende niveau groeien, dat lukt gewoon niet. Dus je moet je focus bewaren. Helemaal als je op internet een business runt, moet je je focus bewaren. Dus ik denk, oké, kun je dit ook doen met het internet? Dus dat je een internet window hebt van een aantal uren en een niet-internet window, dus een fasting, internet fasting periode van een aantal uren. En die hele theorie, want ik heb heel vaak, als ik kijk naar afgelopen week, in een volle week, ben ik in totaal misschien 5 of 6 uren online geweest, in een volle week. Meeste mensen zijn 10 plus uren per dag op het internet. Ik in een volle week 5 tot 6 uur, gemiddeld 1 uur per dag. Dus om 2 uur zet ik het internet aan tot 1 uur of 3 en that's it. En dat is een hele extreme, ik ben daar super extreem in. Ik ben met een aantal andere dingen ben ik ook wel extreem, maar hier ben ik super extreem in. Dat is voor mij vrijheid. Dat zorgt ervoor bij mij dat ik maximaal productief ben en rustig ben en beste ideeën krijg en dat soort dingen. Dat idee presenteer ik daar. Ik sta daar met mijn ei op mijn hoofd. Het was daar ook best wel warm. Ik was zenuwachtig, inderdaad, die 100.000 mensen die het gingen kijken. Richard Branson die daar zit. Al die topondernemers en die prijs van $65.000 die je kon winnen. En ik sta daar en ik begin die presentatie. En ik zou heel graag willen zeggen van dit was de beste presentatie ever. Maar het was letterlijk mijn allerslechtste presentatie die ik ooit in mijn hele leven heb gegeven. Het was niet een 10-minute talk, maar het was een 6-minute talk en ik was klaar. En ik wist ook niet meer waar ik het over moest hebben. En soms heb je dat wel, dat je een presentatie aan het geven bent en dat je aan het praten bent. Maar dat je dan aan het nadenken, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het zeggen? En dat was zeg maar mijn presentatie. Dus ik begon te zweten en nou, na 6 minuten was ik eigenlijk klaar. En het voordeel eigenlijk van die 6 minuten was dat
Want het is een heel simpel idee eigenlijk, wat ik net uitlegde over internetfasting. Heel veel hoef je er ook niet over te vertellen. Dus het idee was in één keer duidelijk. En Branson, die had er allemaal vragen over. Dus dat was al van, oké, dat is goed. Maar toch 3, 4, 5 minuten nog wat vragen en toen was het klaar. En ik ging zitten, ging achterin zitten en ik ging een beetje in mezelf zitten. Want ik schaamde me gewoon. Ik dacht, damn, deze groep, slechtste presentatie ooit. Ik baalde er gigantisch van. En het was maar 100.000 en 25 mensen die keken. Ja, exact. En op een gegeven moment die andere luiden gingen ook allemaal 10-minute talks doen. Dus gemiddeld 3, 4 10-minute talks per dag. Dus het duurde een dag of 4, 5 voordat iedereen die 10-minute talks gaf. En na een stuk of 6, 7 10-minute talks kwam iemand anders van die groep, die kwam naar me toe. En die zei van, hey Ilko, ik denk dat jij wel een kans maakt om te winnen. Ik zei, nah, dat kan niet. Dat is onmogelijk, want dat sloeg nergens op wat ik deed. Hij zei, nou ja, mensen hebben het erover. En echt iedereen van die groep kwam ook naar me toe om te vragen van, hoe doe je dat dan? En hoe moet ik dat doen? En Richard Branson, die vroeg ook tijdens die sessie van, ja, ik ben denk ik elke dag al iets van 2 of 3 uur bezig met mijn e-mail. Hoe zou je dat doen? Ik zei, nou ja, dan moet je misschien je business wat beter inrichten. En dus na een stuk of 6, 7 van die 10-minute talks zei iemand even, ja, je maakt dan een kans. En tot die 10-minute talks stond ik de hele tijd achterin, zat ik te schrijven na die 10-minute talks. Want ik wil hun goede ideeën wil ik tot me nemen. Ik hoop echt dat het goede 10-minute talks zijn. Na die opmerking hoopte ik bij elke 10-minute talk, ik hoop dat ze niet zo goed zijn. En toen uiteindelijk op de laatste dag was dan de uitreiking van wie heeft die prijs gewonnen van $65.000. En toen, toen kondigden ze mij aan en toen een paar maanden later zat ik in Zuid-Afrika bij Richard Branson. Dus dat is wel een belangrijk moment geweest inderdaad in mijn carrière. Wauw, ja. Mooi. Mooi verhaal trouwens. En die heel typisch aan jou is, ik zie jou ook soms met een heel onconventionele telefoon rondlopen. Dus geen smartphone, want je bent een internetondernemer, ja. Die per definitie heel weinig op het internet zit. Ja, dus voor mijn telefoon heb ik zo'n Nokia 3310. Het is geen smartphone, maar een dumbphone. Je kunt er niks mee, je kunt ermee bellen en je kunt ermee sms'en. En dat is het enige wat je ermee kunt. En daar, die heb ik bij me als ik onderweg ben bijvoorbeeld. Die heb ik eigenlijk altijd bij me, want daar bel ik mee en daar ben ik op bereikbaar. Als ik bijvoorbeeld, want ik wandel heel veel, ik wandel elke dag wel een uur of anderhalf uur of zo. En wat ik niet wil, is dat ik als ik aan het wandelen ben, ook nog, want als ik een smartphone bij me heb, een iPhone met toegang tot het internet, ik kan mezelf niet handelen. Ik zit op mijn mail, of ik zit op mijn WhatsApp, of ik zit op andere dingen, ik zit mijn orders aan het checken. Ik kan niet dan helemaal ontspannen. Alleen, ik wil ook niet zonder telefoon weggaan, want stel je voor, ik heb een vrouw, ik heb 3 kinderen, weet je, misschien gebeurt er iets wat echt belangrijk is, ik wil wel bereikbaar zijn. En daarvoor heb ik die Nokia 3310, zodat ik altijd wel bereikbaar ben, maar waar ik in principe niet zo heel veel mee kan. Ik heb wel ook altijd een iPhone bij me, maar die iPhone, er zit geen simkaart in. Dus die iPhone gebruik ik met de functies van de iPhone, dus daar kan ik aantekeningen maken. Ik heb een podcast, ik heb iets van 400 podcast opleveringen letterlijk met mijn iPhone zo opgenomen. Heel veel als ik aan het wandelen ben of in de auto zit of wat dan ook. Dus ik gebruik hem om podcast te luisteren, podcast op te nemen, aantekeningen maken. Ik gebruik hem om audioboeken te luisteren. En ik gebruik hem als ik bijvoorbeeld op het internet zit, als ik bijvoorbeeld in wifi heb, in een hotel, dat soort dingen. Maar ik, als ik mee onderweg ben, ik ben niet connected met het internet, ik ben 0% connected met het internet, zodat ik inderdaad die vrijheid ook kan behouden. En wat doet dat voor jouw business, uiteindelijk om niet connected te zijn? Ja, dat doet dus dat ik zelf 22 uur per dag niet op het internet zit en daarmee dus creatief ben en productief ben en op de zaken vooruit loop. Dus als ik op het internet zit, toegang heb tot het internet, dan krijg ik zoveel minder dingen gedaan. Dan heb ik zoveel minder tijd om na te denken, zoveel minder tijd om goede keuzes te maken. En doordat ik geen toegang heb tot het internet, ja, als je geen toegang hebt tot het internet, maar je hebt wel bijvoorbeeld je iPhone zonder internet of een MacBook zonder internet, ja, dan creëer je gewoon heel makkelijk en heel veel. En een vriend van mij die heeft een jaar of 5 geleden heeft hij in Nederland heeft hij een absolute bestseller geschreven, is De Belofte van Pisa. Mano heet hij, Mano Bousamour. En dat boek, dat ontstond gewoon. Dus hij had het idee voor een boek en dat boek, dat ontstond gewoon. Ineens was het er, omdat het kon niet anders dan dat het geschreven moest worden. En daardoor werd het ook een absolute bestseller. Toen werd het een bestseller en toen zei zijn uitgever tegen hem, Mano, hier heb je een iPhone.
Want je bent nu succesvol en je moet nu bereikbaar zijn. Want er zijn heel vaak aanvragen voor interviews en dat soort dingen. En wij willen ook dat je gewoon bereikbaar bent en dat je reageert. Vervolgens wilde hij zijn tweede boek schrijven. Hij heeft 3 jaar lang heeft hij geworsteld om dat boek eruit te krijgen. Zijn eerste boek was een meesterwerk. Zijn tweede boek, ik weet niet of hij het ziet als een meesterwerk, maar het was moeilijk. Het was heel moeilijk om dat te schrijven. En hij zei tegen mij, het verschil tussen boek 1 en boek 2 was heel simpel. Dumb phone, iPhone. En, want wij als ondernemer, maar ook als creatieveling, je moet diep gaan soms. Je moet diep kunnen nadenken. Deep thinking. En wat we vaak doen is van het superficial thinking. We komen niet heel diep met onze gedachten, want als we ook wel een klein beetje in de weerstand komen, ja, dan pak je het internet erbij, ga je mail checken, ga je Instagram checken, dat soort dingen. En dan kom je niet meer echt tot de essentie en tot de meest briljante ideeën. En door het internet gewoon uit te sluiten eigenlijk, kom je tot die meest briljante ideeën en je bent daarnaast veel productiever, je bent rustiger, je bloeddruk daalt, je slaap verbetert, je bent meer aanwezig in het moment. Ik hou van het internet en ik haat het internet. En ja, ik denk voor mij ook dat wat ik zeg, daar ben ik redelijk extreem. Het is all in or all out. Maar als ik in de middel zit, dan ben ik niet de beste persoon. Ja, toen Steve Jobs de smartphone heeft geïntroduceerd, heeft denk ik heel de wereld veranderd. Hè. Is compleet getransformeerd. Ja. Hè. Misschien terug naar marketing, Elko. Jij doet er onwaarschijnlijk veel onderzoek en research naar. Ik ben er ook mee bezig. Wat zijn voor jou de grootste transformaties van de afgelopen jaren die zich hebben voorgedaan? Waar moeten ondernemers vandaag vooral voor rekening mee houden? Wat gaat nooit meer zijn en wat zal zeker gebeuren in de toekomst? Ja, ik denk dat als je nu denkt dat adverteren duur is, omdat je het vergelijkt met 2, 3, 4 jaar geleden, dan heb je gelijk. Het is duurder, maar het zal waarschijnlijk nooit zo goedkoop worden als vandaag de dag. Dus over 3, 4, 5 jaar is zeg maar waar je nu 1000 euro, voor nu krijgt voor 1000 euro x resultaat, en dan denk je, ah, het is oké. Over 3, 4, 5 jaar krijg je voor die 1000 euro krijg je misschien de helft of een kwart van het resultaat. Weet je, het wordt steeds drukker. Aandachtspannen wordt steeds lager van mensen. Je moet steeds meer dingen doen om eruit te springen. Dus vandaag is wel echt de dag. Het is echt wel de dag om vandaag echt scherp te gaan worden en echt heel goed te gaan worden in marketing. Dus het wordt steeds drukker. Aandachtspannen gaat naar beneden. Advertentiekosten gaan omhoog. En het wordt steeds complexer. Dus wat een heel belangrijk ding is om vandaag de dag te doen, vind ik, is om bijvoorbeeld te beginnen of uit te breiden van bijvoorbeeld je prospectenlijst, je mailinglijst. Het is heel leuk om veel volgers te hebben op social media, maar ik heb op mijn Facebook heb ik denk iets van 40.000 volgers. Als ik een bericht plaats en die niet promoot, dan krijg ik misschien 8 likes of 10 likes of zo op de 40.000 man. Maar als ik daarentegen 40.000 man op mijn mailinglijst heb, met wie ik via de e-mail contact kan hebben, ja, dat is letterlijk een factor 1000 verschil. Weet je, ik heb een mailinglijst van 40.000 goede mensen is, sterker nog, als je die 40.000 likes, die mensen, die 40.000 mensen die dat hebben geliked, als ik die mensen op een mailinglijst heb, exact dezelfde mensen, is die mailinglijst, ja, dat is gewoon, ja, ik zeg misschien factor 1000, maar misschien factor 100 keer meer waard. Dus een goede mailinglijst opbouwen, ik geloof nog steeds dat dat een ding is wat de aankomende jaren steeds waardevoller en waardevoller gaat worden. Dus een goede mailinglijst is mega. Dus een mailinglijst van potentiële klanten. Mensen, yes, welke interesse hebben in jouw product of dienst. Of. En daar ga je dan list brokers voor, of list builders beter gezegd, voor inzetten. Hè. Dus dat zijn verschillende tools om die mensen op die lijst te krijgen. Wat zijn nu een paar? Je hebt een interieurzaak, je hebt een bouwbedrijf, je hebt een houtzagerij, je hebt een IT-bedrijf. Ja. Laten we gewoon even kijken naar de mensen in de zaal. Wat zijn goede manieren om mensen op je lijst te krijgen? Ja. Een vriend van mij heeft dus een interieur business en wat hij heeft een inspiratiegids. Dus een inspiratiegids heeft hij gemaakt met mooie voorbeelden. Of ik heb hem nooit bekeken, maar ik weet niet precies wat erin staat. Maar het is een inspiratiegids omtrent interieur. Hij adverteert op Facebook met klik hier om voor een gratis inspiratiegids. Je klikt erop, vult een naam en e-mailadres in en ze krijgen geautomatiseerd zo'n inspiratiegids toegestuurd. Dan hebben ze een persoon die op de mailinglijst erbij komt die interesse heeft in interieurontwerp en die dan die inspiratiegids heeft ontvangen. Die persoon is aardig wat waard. Misschien niet die persoon, maar gemiddeld is een persoon is aardig wat waard. Als je noem nog eens een voorbeeld. Een accountant. Een accountant. Een accountant die maakt bijvoorbeeld een PDF met de 10 meest gemaakte accountantsfouten of 7 dingen waar je moet letten bij het uitzoeken van de perfecte accountant of
12 manieren om belastingvoordeel te krijgen als je de juiste accountant hebt. Als je daarmee adverteert op een Facebook of een Instagram of aanwezig bent op LinkedIn of Google natuurlijk. Als je zoekt op accountant Antwerpen, je bent een accountant in Antwerpen, dan wil je adverteren op de zoekwoorden accountant Antwerpen. En dat er dan een pagina is waar mensen zo'n rapport bijvoorbeeld kunnen downloaden. En vervolgens staat er een lead op je mailinglijst. En vanuit daar mag je in principe onbeperkt contact met hun blijven opnemen. Totdat zij zeggen nee, wil ik niet meer. En dat ze zich uitschrijven. Ja. En sterker nog, het is belangrijk om regelmatig contact met ze op te nemen. Want zo houd je de relatie warm. En vergeet ze niet. Als jij die persoon bent die regelmatig contact opneemt met je potentiële leads. En ze denken aan, oh, ik heb een accountant nodig. Dan denken ze aan jou. Die top of mind awareness die is super belangrijk. Dus denk na aan iets van waarde wat je kunt leveren in ruil voor een naam en e-mailadres. Elk bedrijf kan dat doen. Weet je, als ik die LP-business nog zou hebben, dan zou ik een rapportje maken met 7 manieren om je LP's schoon te houden. Of de waarde van je LP's hoog te houden of dat soort dingen. En als mensen daar interesse in hebben, dan vullen ze wel hun naam en e-mailadres in. En dan ben je in business, dan kun je met ze contact met ze onderhouden. En het verschil tussen zo'n persoon en een Facebook-like of een Instagram-volger of wat dan ook, is dat je zelf, je bent niet afhankelijk van een Facebook die ineens hun algoritme verandert. Of van een Instagram die ineens hun algoritme verandert. Een mail is een mail en dat is gewoon jouw eigendom. En die lijst is zo waardevol. Als je nu eens gewoon creatief gaat kijken, hè? Dus jullie zitten allemaal in een specifieke handel. En wat de meeste ondernemers vergeten, dat is dat ze al een hele lange tijd in business zijn. En dat ze vroeger, ik spreek dan over 5 of zelfs 10 jaar geleden, ook aan marketing deden. Waar er ook potentiële klanten zijn gekruist die per definitie misschien nooit hebben gekocht, maar die misschien wel vandaag klaar zijn om te kopen. Dus als je gewoon eens gaat kijken terug naar je historiek van je potentieel. Wat database dat daar zit, en dat zijn dikwijls mensen waar je een adres van hebt, een telefoonnummer van hebt, maar geen mailadres van hebt. Bel die op, contacteer die, vraag om je mailadres zodanig dat je iets waardevol kunt toesturen. Want dat is een giga waardevolle lijst. Want mensen kopen in fases. Je hebt mensen, ja, ik ben persoonlijk een impulsaankoper. Ik weet niet of het bij jou of bij jullie is, maar ik denk aan iets en liefst vandaag, de laatste morgen. Ik plan er allemaal zo niet op voorhand. Maar er zijn mensen die er echt op voorhand plannen en dit leiden aan uitstelgedrag. Dus er zijn mensen die zich documenteren vandaag om misschien mogelijk binnen een jaar of 3 een aankoop te doen. Maar dat potentieel wordt vergeten. Wij zitten te veel in het hier en het nu, dikwijls. Ja, Dean Jackson, een gezamenlijke vriend van ons, die is een briljante marketeer, is hij. En hij is ook degene die als eerste in... Hij is een legend, hè? Hij is absoluut een legend. Hij is de eerste in de wereld die squeeze page, dus zo'n pagina waar je naam en e-mailadres achterlaat, hij heeft die ontworpen. Een jaar of 20, 25 geleden. En nou, wij waren ook een paar maanden geleden waren we ook met hem een drankje aan het doen. Elk jaar organiseer ik een event met hem in Amsterdam. En hij zegt ook van 20% van de mensen die hun naam en e-mailadres achterlaten, dus die in jouw wereld komt, die zijn bereid of van plan om in de eerste 90 dagen tot aankoop over te gaan. Maar 80% van de mensen doet dat tussen de 90 dagen en de 2 jaar. En dus 80% mis je als je voor de sale van vandaag alleen maar wil gaan. Als je die mailinglijst gaat opbouwen, pak je die extra 80% van de mensen nog. En dat is een groot verschil. En dat is het voordeel van als je op lange termijn business kunt doen. Mijn mailinglijst, ik ben die gestart in 2005, dat is 14 jaar geleden. En nog steeds zijn er mensen die in 2005, 6, 7, 8 op mijn lijst zijn gekomen, nooit hebben gekocht en vandaag in 2019 ineens op een seminar van mij komen. Ja, absoluut. Dus je moet constant list building doen. En ik vertel misschien een anekdote. Op een zeker moment, ik zit met mijn bedrijf in de bouwsector en wij hebben een heel specifiek soort klant. Mensen gemiddeld tussen die en die leeftijd, eigen woning die is afbetaald. Maar dat is super waardevolle informatie. Ook voor andere bedrijven. Toen bestond de GDPR-wetgeving nog niet. Maar toen heb ik gewoon een swap deal gemaakt met een bedrijf welke gespecialiseerd was in het renoveren van buitenramen. Dus geeft jij x aantal adressen van uw klanten en jij krijgt er van mij evenveel. Dus dan kan je gewoon onmiddellijk tot 1000, 2000 potentiële klanten komen. Maar wat ik ook heb gedaan, ik heb altijd de mensen die nooit hebben gekocht, maar ooit interesse hebben betoond, die heb ik ook in die lijst zitten, in je klantendatabase zitten. En dat zijn natuurlijk voor zulke andere partijen
Ook interessante adressen. Want die mensen die hebben een eigen woning, die is afbetaald, mogelijk een renovatie. Dus het is constant die listbuilding. Het voordeel is ook als je meer mail stuurt, dat je top of mind blijft bij de mensen. Ja. En bijvoorbeeld als je geabonneerd bent op Elko, als je op zijn lijst staat, dan denk je minstens 3-4 keer per week aan je. Ja, dat is mooi. Ja. En dat is wel echt wat je wil inderdaad. Je wil wel inderdaad die top of mind creëren. Dat als ze denken aan die ene oplossing, dat ze denken ik denk aan Ilko of ik denk aan Karel of ik denk aan... Weet je, en dat is gewoon een belangrijk ding. En het is niet eens dat ik het daarom doe van dan blijven ze aan me denken. Het is gewoon inderdaad, ik heb die waarde te leveren en ik wil ook gewoon dat doen. En daarnaast is het ook gewoon een goede strategie. Nu, ik neem aan dat ondernemers denken, maar ja, voor jullie branche is dat natuurlijk gemakkelijk content creëren en waarde overdragen. Je gaat gewoon een stukje van je seminar ga je brengen. Maar eigenlijk is het voor iedereen vrij makkelijk om te organiseren. Kan je daar iets over vertellen, hoe dat ondernemer in eender welke business waarde kan creëren, content kan maken? Ja, weet je, ik krijg inderdaad dit bezwaar krijg ik heel vaak van ondernemers. Ja, maar ja, ik ben een accountant. Ik bedoel, ja, jij hebt je podcast en jij je geeft seminars. Voor jou is het makkelijk, maar ik ben een accountant. Dus ik kan niet content creëren. Maar vervolgens gaan ze op zaterdagavond gaan ze naar een feestje. En dan hebben ze gewoon urenlang met andere mensen over hun vakgebied en over wat ze interessant vinden en waar ze tegenaan lopen. En die ene klant die een blunder had gemaakt en dit en dat. En ik denk, ja, als je urenlang tegen andere mensen over je business kunt praten, dan ben je in principe ook gewoon al een contentmachine. Weet je, er zit gewoon heel veel content en heel veel ideeën en heel veel verhalen zit er al natuurlijk in je business. Het is aan jou om te kijken hoe kan ik die verhalen op een manier presenteren zodat mensen dat waardevol vinden. En stories werken altijd. We hebben onbeperkt stories in onze business. En die verhalen, die stories die we hebben, ja, die moet je willen delen met je volgers. En jij denkt misschien, maar ja, er zit ook niemand op te wachten. En dat is niet waar. Mensen vinden het hartstikke tof. En dat is elke business, of je nou een broodjeszaak hebt, of een platenwinkel, of een accountant bent, of interieurarchitect. Er is in principe onbeperkt stories en verhalen en tips en dat soort dingen die je kunt creëren. Een gemeenschappelijkheid dat mij ook is opgevallen. Jij bent ook een schrijver. Hè? Ook nog heel fysiek. Hè? Je schrijft ook in een boekje ook. Maar eigenlijk als je ondernemer bent, zou je constant aan een boekenwerken moeten zijn. Constant aan het schrijven zijn over je business. Continu. In eender welke business dat je zit, ben je nu in de zwembaden actief? Of heb je een IT-bedrijf? Maak je software? Of onderhoud je machines? Het maakt niet uit. Je hebt altijd anekdotes en stories. En die moeten vastleggen. Bijvoorbeeld als je een restaurant hebt, kun je heel gemakkelijk... Er gebeurt iets met een klant. En bijvoorbeeld zijn hier mensen uit de horeca. Er gebeurt altijd iets in die horeca. En dat zou moeten geregistreerd worden. En dan moet je omzetten in inspirerende verhalen, daar inzichten over koppelen. En daar kan je dan op een zeker moment van alles beginnen uit publiceren. Als je ziet hoeveel boeken dat ik in principe heb geschreven, die niet ben uitgebracht, die ik nog kan uitbrengen, is fenomenaal. Ja. En dat is gewoon contentcreatie. Die content moet je dan uitzetten. En daar heb je verschillende tools voor, hè, om die naar buiten te brengen de dag van vandaag. Ja voor mij, mijn favoriete manieren van content is audio. Audio is een ding waar ik heel erg fan van ben. En dat doe ik dan via podcast. Dus een podcast is dus iets wat je op elk willekeurig moment kunt beluisteren. Het is een soort van, ja, je hebt een video wat je kunt bekijken op YouTube. En met audio heb je dan een audio die je kunt beluisteren. En het voordeel van dus podcast is, je zit in het vliegtuig, je kunt beluisteren. Je zit in een auto, je kunt het beluisteren. Je bent aan het schoonmaken, je kunt beluisteren. Je bent aan het wandelen, je kunt beluisteren. Je gaat niet altijd overal een video bekijken. Podcasts worden steeds meer en meer en meer populair. En voor mij is het ook een hele favoriete manier van content produceren. Dus als ik een inzicht heb, dan kan ik het niet laten om op record te klikken. En ik hou gewoon mijn iPhone bij mijn mond en ik deel mijn inzicht. En vervolgens druk ik op een paar knoppen en dan staat die online. En dan kunnen mijn volgers naar die podcast gaan luisteren. En als ik bijvoorbeeld een seminar geef en er zitten 300 of 400 man, waarvan 80% of 90% al tientallen of sommige wel honderden van mijn podcast hebben geluisterd, dat is heel anders, een heel ander seminar dan wanneer niemand je kent en nog helemaal aan je moet wennen bijvoorbeeld. Of doordat iemand naar mijn podcast luistert en ze leren me kennen en ze krijgen zelf ook grote inzichten, willen ze bijvoorbeeld naar mijn seminar komen of door mij gecoacht worden of dat soort dingen. Dus een podcast is voor mij absoluut, die staat bij mij op nummer 1. Is ook lekker laagdrempelig. Je hoeft niet, je haar hoeft niet goed te zitten. Je kunt het gewoon op elk willekeurig moment doen. Het is perfect. Nummer 2 is toch ook wel video. Super waardevol. Super waardevol manier om content te maken. Ik vroeg net aan één iets van, wordt het ook opgenomen?
Want ja, ik heb... Dat is de camera. Ja, dus hallo camera. En omdat ik denk wel zo van, oké, dit is gewoon... Wij creëren nu ook waarde. En het idee dan om hier een video of een YouTube-video van te maken van 1,5 uur. Dat is gewoon heel waardevol. Wij hebben eerder dit ook gedaan in januari. En ik heb die video ook op mijn YouTube-kanaal gezet. En ik hoorde letterlijk laatst iemand die zei van... Dit is too much wat je hier geeft. Dit is te waardevol wat je geeft. Dat met Karel was zo waardevol. Dat is bijna too much. En dat moet je willen. Je moet eigenlijk willen dat mensen denken... Ja, wat je nu doet, dat is te veel. Je geeft eigenlijk te veel weg. En dan ben je aan het winnen. Want stel je voor dat je concurrenten te veel weggeven. Dat is het laatste wat je moet willen. Dus, en inderdaad, de audio wordt ook opgenomen. Dus dit is ook weer een podcast. En ik heb ook inderdaad toen... deze video ook de audio van gepakt. En dat is ook weer een podcast. Dus mensen hebben niet alleen naar ons gekeken, maar ook naar ons geluisterd. Dus audio staat mij persoonlijk op nummer 1, maar voor andere mensen staat video weer op nummer 1. Video staat dan op 2 en dan het geschreven woord. En het geschreven woord kun je doen op Instagram, Facebook, LinkedIn, op je eigen website natuurlijk. Maar dat is een beetje mijn volgorde. Ik denk dat het belangrijk is om iets te pakken waarvan je denkt van oké, dat gaat me makkelijk af. Dat is iets meer mijn natuur. En voor sommigen is dat inderdaad video, die doen het heel makkelijk. Bij mij zit toch altijd nog steeds wat weerstand op om gewoon een video op te gaan nemen. Terwijl audio doe ik gewoon zo. Oké, maar wat ook wel werkt met die video, dat is dat je een leuke statief hebt. Dat je je camera opzet, maar zit die zodanig dat je zelf niet in beeld kunt zien. Oh ja. Want dat werkt altijd akelig. En stel je voor dat daar uw beste vriend zit of uw meest belangrijke prospect zit. En je begint er gewoon naartoe te praten. Dat is trouwens een oefening die... Andy heeft u waarschijnlijk gecoacht op contentcreatie. Maar graag wil ik ook meegeven, stel dat ik hier bijvoorbeeld hiernaast een kamer zou hebben. En daar zijn meer dan 5000 potentiële klanten van jou die daar wachten. En je zou daar een boodschap kunnen tegen adresseren. Je zou iets kunnen overdragen. Maar het moet wel waardegericht zijn, waardegedreven zijn. Wat zou je zeggen? Als je dat dan tegen uw camera vertelt, en je zet daar dan een killer advertentie op social media... dan heb je een onwaarschijnlijk bereik. Dus je moet constant inspanningen leveren in eender welke branche om die meest waardevolle speler te blijven. Ja, en als je misschien denkt van ja, maar dit doen ze niet in mijn branche, dan is het juist de reden om het te doen. Want dan onderscheid je. Dat is 100% dan de reden om te doen. Als je denkt, ja, maar bij mij in mijn branche, niemand doet een podcast. Oh, je bent de enige. En jij bent dan in de markt diegene met die podcast. Of niemand doet video's. Wauw, dat is diegene met die video's. Weet je, als je denkt van niemand in mijn markt doet het, is dat echt de grootste opportunity ever. Hebben wij hier smartphone bereik? Eén niet? Hebben wij hier internetconnectie? Min of meer, pak even uw Instagram en ga gewoon eens even naar Driehoek meubelen. Dat is een neefje van mijn vrouw, die heeft een meubelzaak in Amsterdam. Driehoek meubelen. Die is gewoon all over, constant. Maar die is een business. Is terwijl het crisis is in de sector, is die zijn business gewoon aan het exploderen. Die gast, je hebt een keer een video van jullie samen naar mij toegestuurd. Van hey Ilko, check even. En die gast is briljant. Ja. En die heeft dus inderdaad gewoon een meubelzaak. En ik denk, ja, meubelzaak. Maar hij is gewoon een soort van legende aan het worden online bijna. En hij is gewoon een bekende Nederlander aan het worden. Hij wordt gewoon ook herkend op straat. Die man die verkoopt dus gewoon 100 lampen per video. Die zegt, nou, ik ben net van een meubelbeursje terug in Italië. Moet je kijken wat een leuk, lekker lampje dat ik heb meegebracht. En nou, die is heel mooi en gezellig. En eigenlijk op zijn puur, ik doe het helemaal verkeerd. Nou, maar ik vind het Nederlands accent, dat staat je wel goed. Nou, hartstikke leuk, ja. Ja, ik heb natuurlijk een Nederlandse schoonfamilie, dus... super tof. Maar die man die zijn omzet gaat gewoon door het dak, door gewoon die Insta-video's en die Facebook-video's en alles wat hij naar buiten brengt. En mensen onderschatten het gewoon. Als je vandaag een sanitair bedrijf bent, dat kun je verslag geven. Als je in de horeca zit, heel die company, al die medewerkers, die moeten mee content creëren. De chef die in de keuken staat, die gaat flamberen. Dat moeten gewoon op video hebben. Dat de goesting krijgen om daar te gaan eten. En mensen laten het gewoon liggen. Dus wees creatief. Maak een lijst van alle dingen dat jij kunt produceren. Ik was onlangs op een congres in de Verenigde Staten. En er was ook een autoriteit op het gebied van marketing. En die zegt, je moet een hele goede balans maken. Met privé materiaal. Een inkijk naar je privé. En professioneel. Want
Je exposure moet supermenselijk zijn. En voor mij was dat een uitdaging, want per definitie loop ik niet graag te kop met mijn privé. Dat is zo... Toch toon ik nu meer van mijn privé en ik zie gewoon heel die boel, dat gaat gewoon omhoog. Mensen vinden je ook gewoon leuker als je gewoon meer de mens laat zien in plaats van de machine. Ja. Heb jij er iets aan toe te voegen, Elko? Nee, het is, you're right on. Weet je, en het is inderdaad, neem je mensen mee als je personeel hebt. Neem ze mee in het hele proces. En waarschijnlijk zit er een... Het kan maar zo zijn dat je in je personeelsbestand... dat er één of twee mega talenten zitten die het vet leuk vinden om video's te maken. En die dus behind the scenes willen laten zien. En misschien heb je er zelf niet zoveel zin in, doe je het af en toe een keer. Maar dat iemand in je team het hartstikke tof vindt om dat te doen. En het voorbeeld wat je noemt ook van driehoekmeubelen, dat is... Weet je, misschien denken we ook al van, ja, maar ja, die man die gaat het makkelijk af. En dat gaat hem ook makkelijk af. Maar dat ging hem waarschijnlijk in het begin niet makkelijk af. Helemaal niet. Hij had er moeite mee in het begin, ja. Nu staat hij daar gewoon makkelijk te verkopen. Mensen vinden het fantastisch. Maar in het begin stond hij te verkopen. En er was er niemand die bij hem kocht. Dan denk ik, ja, weet je. Maar nu loopt dat gewoon door en wordt het steeds groter en groter en groter. En het is gewoon, je moet er even doorheen. Als je het ongemakkelijk vindt om die rol te pakken. Of ja, je moet er gewoon doorheen en werk inderdaad samen met je team. Nu, stel dat je dat niet doet. Stel dat je dit advies gewoon negeert van naar buiten komen en je laten zien en domineren. Wat is daar dan het gevolg van, Elko? Jij kent ook de markt in Nederland. De markt in Nederland is zeer dynamisch. Dus als je het als bedrijf vandaag online laat liggen, wat gaat er dan gebeuren met je onderneming in de toekomst, volgens jou? Ja, ik denk dan dat er een moment gaat komen dat je echt spijt gaat krijgen. Dat je echt gaat zien van, fuck, het was eigenlijk zo simpel. Alleen ik heb het gewoon echt laten liggen. Omdat ik toen bepaalde overtuigingen had. Maar de realiteit is, makkelijker dan vandaag de dag gaat het gewoon niet worden. Het gaat nooit makkelijker worden dan vandaag de dag. Dus over een jaar is het lastiger, over 2 jaar is het lastiger, over 3 jaar is het lastiger. Dus begin echt vandaag. En ontwikkel je daar steeds beter in. En begrijp ook dat het begin niet altijd makkelijk is. Maar dat het wel vandaag de dag een betere tijd dan dit gaat er niet komen. Dus ik het laatste wat je moet willen is dat je hier spijt om gaat krijgen. En ik heb elke dag spijt van dat ik 5 jaar geleden, 10 jaar geleden... En ik was erbij, ik was aanwezig, ik heb business gedaan. Maar nog steeds denk ik, ja, 5 jaar geleden had ik meer moeten inzetten. 4 jaar geleden had ik er meer op moeten inzetten. Vorige week had ik er meer op moeten inzetten. Ik moet zelf ook nog steeds er meer op inzetten. Want ik weet van, oké, makkelijker dan vandaag de dag gaat het gewoon niet worden. Wat is vandaag, denk jij, een grote valkuil in ondernemerschap? Jij ziet ook onwaarschijnlijk veel ondernemers. Wat is de meest gemaakte fout bij de meeste ondernemers vandaag in verbinding met marketing of dan online marketing, het internet? Ja, eigenlijk wat ik eerder zei, dus dat ze niet voldoende tijd en energie steken in hun boodschap. Dus dat ze niet echt een aanbod maken waarvan mensen het zien en denken, oh, dit wil ik hebben. En het is zo gemiddeld allemaal. Het is heel veel magere marketing. Dus we zetten even wat online en we denken en hopen maar dat het werkt. En vervolgens krijgen ze de bevestiging van, zie je wel, het werkt niet. Nee, het werkt niet omdat je niet er vol in bent gaan zitten. En niet echt bent gaan nadenken, wat zijn mijn grootste frustraties van mijn klanten? Wat is de grootste verlangen van mijn klant? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ze dat echt voelen als ze mijn marketing zien? Dus dat zie ik wel als de grootste valkuil. Het gaat niet zozeer om... Heel veel dingen zijn niet belangrijk, maar dit is het allerbelangrijkste. Als je dat begrijpt, dan doe je business. Dan zou je letterlijk ook heel veel social media dingen kunnen negeren bijna. Als dat klopt, dan klopt er heel veel. Maar als dat niet klopt, dan kun je nog zoveel out there zijn en jezelf laten zien. Maar als niemand bij je koopt, heb je er ook niks aan natuurlijk. Dus de essentie volgens jou is heel goed de noden en de wensen van je potentiële klanten kennen. Ja. En daar waardevolle informatie tegenover zetten. Ja. En ook een goed aanbod durven te doen. Dus ook echt online iets kunnen neerzetten waarvan mensen echt denken, dit moet ik echt hebben. En dat vinden we vaak heel erg lastig, want we zijn bang om commercieel te zijn. Maar je moet er uiteindelijk wel voor zorgen dat mensen denken, ja, weet je wat, ik pak die pinpas, ik doe hem erin, ik ga de code invoeren en ik geef gewoon geld. Daar moet je ook goed in worden. En dat vinden we vaak heel erg lastig. Jij hebt ooit zo eens een keer een record aan stoelen verkocht, dacht ik. Was dat niet via een webinar? Ja, een vriend van mij die dus in interieur zit, die verkoopt meubels. En het is niet van driehoekmeubelen, maar andere meubelen. En succesvolle business. En ik, een hele goede vriend van mij. En ik zei jaren tegen hem van, je moet webinars gaan doen. Weet je, ik haal het grootste gedeelte van mijn business doen wij via webinars. En een webinar is een live video uitzending. Eigenlijk een seminar, maar dan online. En ik zeg, je moet webinars doen, want ik geloof er gewoon heilig in dat jij stoelen kunt verkopen op een webinar. Hij vond dat ook altijd wel een goed idee, maar hij vond het ook gewoon
te moeilijk om die stap zelf te gaan zetten. En ik verkocht tijdens dat webinar, zonder ook maar iets van verstand te hebben over stoelen, verkocht ik voor €350.000 aan stoelen op dat webinar. En bijna iedereen die live was, die kocht. En ook dit, ik vind dat heel tof om, hoe vaak krijg ik wel niet inderdaad van, ja, maar ja, het is leuk Ilko, maar ik verkoop meubels online, dus no way dat ik webinars kan doen. En ik vind het altijd leuk om dan wel te laten zien van, hey, het zit hier. Het is niet zozeer je markt of het zit gewoon hier. En, ja. En als je de overtuiging hebt dat iets werkt, ja, dan werkt het vaak ook. Maar als je overtuiging hebt dat het niet werkt, ja, dan werkt het vaak ook niet. Vinden jullie het inspirerend trouwens? Ja. Zo babbelen wij ook gewoon als we in het restaurant zitten of lekker in de bar iets aan het drinken zijn. Gewoon die info wisselen. Misschien een meer onconventionele vraag. Ik had gisteren 2 specifieke mensen die wel in kennis waren van dat je ging komen. Gezicht van lijstjes van vragen op. Ik vond het wel een leuke vraag. Stel als je vandaag gewoon met niks terug op de wereld zetten, maar wel met de kennis, de wetenschap, de ervaring die je hebt, en je hebt €0 in je zakken zitten, wat zou je gaan doen, Ilko? Ik zou kijken waar zit mijn waarde. En mijn waarde is inderdaad gewoon ondernemers helpen om meer business te doen. En ik zou, denk ik, de eerste winkel binnenlopen en kijken, hallo, is hier ook een ondernemer aanwezig? En ik zou een gesprek met diegene aangaan. Ik zou kijken of ik mijn dienst zou kunnen verkopen. Ik heb nog niet een business. Ik heb helemaal niks. Dus dat zijn dan mijn uren waarschijnlijk, mijn advies. En ik zou waarschijnlijk tegen die ondernemer zeggen, oké, ik kan gegarandeerd je business met 10 of 20% laten groeien. Als mij dat lukt, ben je dan bereid om dit bedrag te betalen? Ja of nee? En als het antwoord is ja, oké, dan ben je weer in business. En dan ben ik weer in business. Dus ik zou de combinatie hanteren van waar ben ik waardevol in. En dat met 1-op-1 sales. Want ik doe geen 1-op-1 sales meer. Maar ik kan wel 1-op-1 sales. Want die skill die heb ik me ooit aangeleerd. En dat is wel een skill waarvan ik weet, als ik alles kwijt zou raken, ik heb die skill nog. Dus het kan nooit fout gaan. Mm. Ik ben in staat om te verkopen. Dus ik zou letterlijk een winkel inlopen. Kijken of ik met een ondernemer aan de praat kan komen. Ik zou hem een garantie geven dat ik die business kan laten groeien. In ruil voor een bedrag of in ruil voor een percentage of whatever. En ik zou een business zijn. Dat is wat ik zou doen. En jij? Ik ben wel benieuwd wat jij zou doen. Ja, net hetzelfde. Ik zou mensen gewoon helpen. Want dat is eigenlijk, ja, ik ben initieel ben ik geen spreker. Ik ben initieel ook geen mentor of coach. Ik ben initieel gewoon een ondernemer. Die op een zeker moment hooked is geraakt aan professionele ontwikkeling. En dit komt bij mij vanuit een pijnsituatie. Ik ben op 17-jarige leeftijd van school weggelopen. Zonder diploma. Ik moest gaan werken, want thuis was er een crisis. En ik had altijd het gevoel van, ja, ik ben niet slim. Ik ben onderontwikkeld. Want ik had best wel wat vrienden die toch wel chique diploma's hadden en dergelijke. En die daar ja, onwaarschijnlijk belangrijk over konden vertellen. Maar ik was street smart. Ik was een doener. En door me dan beginnen ontwikkelen, door mijn geest te verrijken, door nieuwe ideeën op te doen, door seminars te gaan volgen, door met topondernemers samen te zitten die hun brein leegtalen, heb ik vastgesteld dat je op een zeker moment onwaarschijnlijk doeltreffend wordt in datgene wat je doet. En je ontwikkelt een aantal specifieke masterskills. En jullie zijn allemaal hier om de resultaten van je company te stimuleren. Maar ik denk, dat is ondergeschikt. Dat is ondergeschikt. Je bent vooral hier om je brein te uploaden en jezelf slimmer te maken. En eens dat je de kennismeester bent, dan kun je onwaarschijnlijk veel valideren. Dan kun je onwaarschijnlijk veel doen. Dan kun je die kennis inzetten om in eender welke business succesvol te zijn. Bijvoorbeeld de driehoekmeubelen. Ik spreek gewoon even nu terug in de tijd. Dat was Lee Towers was toen nog zeer actief in Nederland. En die was als zanger ingehuurd. De zaak was toen niet van Danny, maar was van zijn vader. Het is een zaak die al 3 generaties teruggaat. En er was een opening. Ik was er uitgenodigd om naar de opening te gaan, de nieuwe opening van de nieuwe winkel. Lee Towers kwam er zingen en ze hadden verkoperstekort. En ik had toen de masterskill sales, die had ik behoorlijk al voor mekaar. Ik was toen ergens in de 20. Ik heb gewoon een orderboek gevraagd aan de oom van mijn vrouw, de vader van Danny, die nu de zaak heeft. En ik zeg van, hoe moet ik dat invullen? En ik heb daarvoor een recordbedrag aan meubelen verkocht, gewoon als gast, omdat ik mijn masterskill kan loslaten op het verhaal. Dus als je salesmeester bent, dan zul je altijd geld verdienen. We zijn beide goed in meubels verkopen, zijn we nu achter. Blijkbaar. Misschien moeten we dat gaan doen.
Als je marketingmeester bent, als je weet hoe dat je product, je dienst moet vermarkten, dan zal je altijd geld verdienen. En de technische kant van je business, datgene wat je werkelijk doet, is denk ik ondergeschikt aan je entrepreneurial skills. En het zijn die entrepreneurial skills, zo ben ik ook in de wereld gerold en ik denk jij ook, zo worden mentors of coaches geboren. Wat ik vaststel de dag van vandaag, ik weet niet hoe het in Nederland is, dat nog erger, denk ik. Hè? Er zijn meer business coaches dan koeien in de wei, geloof ik, in Nederland. Nederland is letterlijk, meest procentueel gezien, zijn er meer business coaches in Nederland en coaches dan waren ook op de wereld. Dus het dichtstbevolkte land wanneer het gaat om coaches. Nou, ik denk, België is er in al bewegingen aan het maken. Er zijn tegenwoordig onwaarschijnlijk veel coaches die coaching geven. Wat ik ook vaststel, is dikwijls in Vlaanderen dan, ik weet niet dat het in Nederland ook zo het geval is, dat er heel veel mensen bezig zijn die zelf nooit geen business hebben gerund en die dan business coaching geven. Ik denk als je bij de gemiddelde business coach de business weghaalt, dan is er niks meer. Nee, laat ik zo zeggen. Als je bij de gemiddelde business coach de coaching weghaalt, dan blijft er niks meer over. Mm. Weet je, die hebben niet meer een business dan. Want dat is het enige wat ze kunnen inderdaad, business coaching. Ja. Waar niks mis mee is. Ik bedoel, als iemand dat graag doet en daar goed in is, zeg maar, dat is prima natuurlijk. Alleen, ik denk dat het wel handig is voor deze business coaches die niet met de poot in de klei hebben gestaan en niet dat werk hebben gedaan, dat ze dat misschien wel kenbaar maken voordat ze echt met een ondernemer aan de slag gaan. Dus als jij meer winst wilt maken, dan denk ik dat je vooral op de les moet gaan bij mensen die goede winst maken. En die het ook bewezen hebben. Hoe is dat in Nederland? Want er is een overspoeling in de markt geweest. Hoe gedraagt zich dat daar? Want ik wil ook mijn klanten adviseren om daar op een succesvolle manier mee om te gaan. Maar ik ben natuurlijk geen objectieve partij voor de mensen. Kan jij een advies geven als objectieve partij? Van met wie je moet werken bijvoorbeeld? Ja. Of, nou ja, natuurlijk met Karel of met Ilko. Dat, ja, mag wel. Maar nou, ik denk dat je wel. Ik denk, weet je voelt ook wel of iemand echt is, of het real is, of het klopt bij iemand. En iemand kan heel goed verkopen, kan een goed verkooppraatje hebben. Dat is niet de beste reden om met iemand in zee te gaan. Ik denk dat het heel waardevol is om een mentor te hebben en business coaching te genieten. Maar je voelt wel of iemand inderdaad met de poot in de klei heeft gestaan en dat werk het pad heeft bewandeld dat jij nog wil gaan bewandelen. En ik vind een goede mentor die ziet een grotere versie in jou en die weet vervolgens ook de volgende stappen te zetten. Maar een goede mentor die heeft dat pad zelf ook bewandeld. En dat is gewoon heel erg belangrijk. En ik denk, wat we vaak doen is we kijken inderdaad naar de goeroes. En het is heel lastig om bijvoorbeeld van mij 1-op-1 coaching te krijgen of van Karel 1-op-1 coaching te krijgen. Maar toch krijg ik heel vaak de vraag van, hey, kun je me 1-op-1 coachen? En dat zul jij ook heel vaak krijgen. Dan heb je natuurlijk heel veel 100.000 business coaches die niets liever willen dan jou te coachen, maar niet echt dusdanig goed zijn dat je er echt heel veel waarde uit gaat halen. Ik denk dat heel waardevol is. Een van mijn eerdere coaches was een man die letterlijk een business heeft opgezet. Ik heb twee mentors gehad, van wie hun vak niet was om mentor te zijn of coaching te geven. En beide hadden zijn business tot 1 miljard gebracht. Eentje daarvan is miljardair geweest, is ook alles weer kwijtgeraakt uiteindelijk. Ook heel interessant om van zo iemand te leren. Maar weet je, dat waren mensen die daadwerkelijk het pad hebben bewandeld. En bijvoorbeeld als jouw zwager, mijn neefje. Die is de neef van mijn vrouw. Ja, precies. Die is waarschijnlijk geen business coach. Die zal dat dan nooit aanbieden. Maar ik denk als je van hem, als je 1 keer in de 2 weken of 1 keer in de maand met hem kunt eten, of een drankje kunt doen, of een lunch kunt betalen, wat dan ook. Of desnoods tegen hem zegt, ik wil je betalen, wat dan ook. Dat is waarschijnlijk waardevoller dan de gemiddelde business coach. Dus ik zou echt kijken naar een ondernemer, wat je net ook zei. Jij was genoodzaakt om te gaan ondernemen. En vanuit daar ben je goeroe geworden, om dat rare woord maar even te gebruiken. Was een goeroe trouwens? Weet ik ook niet. Was daar de werkelijke definitie van? Weet ik niet. Weet jij dat? Is dat een soort van wijsheer of zoiets? Dat, ik weet niet. Zoek eens op. Wat is eigenlijk goeroe? Wat wil dat zeggen? Een spirituele leider. Ja, dan klinkt wel fancy. Ja, ja precies. Dus, dat ben ik helemaal niet. Ja. Maar ik heb nog 1 vraag voor je. Als je vandaag, die vraag komt ook van iemand in de zaal. Als je een raad zou kunnen geven aan jezelf
Maar wel in de vorm dat je nu pakt, stel dat je terug 20 jaar was en je zou met je zijn van je, kennis van je, raad mogen geven aan jezelf. Wat is het advies dat je jezelf zou meegeven? Ik denk dat ik mezelf als advies zou geven om nog meer op mezelf te vertrouwen. En ik denk een heel groot, wat ik zei, toen ik startte 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, ben ik heel lang, en voor mij zei je dat net ook al een beetje in jouw, in de start van jouw carrière, dat je een beetje onzeker bent over, ben ik wel slim genoeg? En ik heb dat heel lang gehad. Ik heb heel lang gedacht van ja, overkomt, is dit niet allemaal toeval wat er gebeurt? En ik had altijd wel bijzondere ideeën, maar ik zocht altijd bevestiging van mensen om me heen, van is dit een goed idee? En dan, ja, meestal als ik met een gek idee kom, krijg ik heel weinig bevestiging van mensen om me heen. En dan deed ik het maar niet. En als ik mezelf advies zou kunnen geven van de 20, ik ben nu 39 jaar, als ik mezelf advies zou kunnen geven aan de 20-jarige variant van mezelf, dan is het waarschijnlijk vertrouw nog meer op jezelf. En vertrouw erop dat het klopt. En als het niet klopt, ja, neem dan je verantwoordelijkheid, maar vertrouw erop dat wat je voelt en wat je denkt, dat dat gewoon wel klopt. En ga daar vol voor in plaats van erkenning zoeken bij andere mensen die misschien hoog op zitten of om gewoon zelf die erkenning te krijgen. Mooi. Dames en heren, voor vandaag Elko de Boer.